En wat je ook niet verzint, wat ik deze week tegenkwam tijdens mijn hardloopronde. Dag lieve kijkers, welkom bij een nieuwe vlog. Het kan jullie niet zijn ontgaan als je ons enigszins volgt op Instagram of Facebook. Er komt een nieuw album aan. Hi. Er komt een nieuw album aan. Dat album gaat Aangenaam heten. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het komt eind september uit. En je ziet wat er gebeurt met de deadline van het album. Hoe dat afloopt. Zo'n deadline kan boven je hangen als een zwaar van Damocles. Of het kan superkicken zijn als je hem haalt. We vieren de verjaardag van Kirsten in het park. En er zit een nieuw item in deze week. Dat en meer in de vlog van deze week. Deze week komen we weer een stap dichter bij het voltooien van het album Aangenaam. We gaan namelijk in dit slechte weer het album inzingen. En dat doen we in Volendam bij Studio Arnold Muren. Goedemorgen. Een goedemorgen. Hey. Goedemorgen. Morning. Ga je stem? Wakker? We zijn nu aan een nummer bezig waarbij het zanggedeelte gewoon niet te netjes moet. Dat moet dus gewoon een beetje door elkaar en heel rommelig. Dus drie J's die zijn ons te hulp geschoten. En die zijn hier als een soort a cappella koor heen gesneld om ons uit de brand te helpen. En die gaan dus nu gewoon zonder zangpartij met z'n drieën door elkaar iets zingen. Ik ben heel benieuwd wat het resultaat ervan is. Nog een keer. Dus best netjes vind ik. Steeds meer. Nooit van leer. Je bent de angst die ik bewaar. Jij bent waarom verlang ik naar. Dat was een vruchtbaar dagje. Twee nummers opgenomen vandaag en we hebben ook nog twee nummers te gaan. En dan staat alle zang erop. Dus dan is het wat betreft het creëren van het album het werk voor ons gedaan. Benieuwd wat morgen brengt. Goedemorgen, we zijn weer bij Studio Arnold Muren. Ik heb er zin in. Ik voel me goed. Ik denk dat ik goed bestemd ben. Maar dat kunnen jullie straks beter beoordelen als het album uit is. Laten we beginnen. Albums zijn er voortgekomen met deze stiele hulp, zoals je ziet. Goedemorgen! Deze ochtend. Morning! We reizen met elkaar, zullen momenten sparen liever. Nou, we hebben amper nog maar een paar noten gezongen en ik krijg alweer de belangrijkste taak toegewezen, namelijk het halen van de lunch. En het is de laatste dag, dus best wel een beetje feest en we gaan een beetje uitpakken qua lunch. Die ga jullie meenemen naar de dijk. Climbing up the tower, just a boy and his computer. I'm still. Raymond, gelukkig nog steeds van de toerist hier. Hiding in the shadows. I'm not used to losing. Bye bye, sugar blue eyes. Go home with the angels. Thank you for being so kind. Ja, gaat het zo? Dankjewel. Nou, hey, welkom. Kleine Facebook live sessie. Oh ja? Live gaan. 3. Oh, spannend. Spannend. Zijn we live? We zijn nou live vanuit de studio. Arnold Muren studio in Volendam. Ja. Hallo. Dat is Nick.
En onze producer Gordon filmt. Ja, niet dat je denkt, wat hebben ze lange armen of zo. Misschien even Gordon, je kan jezelf laten zien. Hey. Dat is Gordon als producer. Dat is de mastermind achter onze sound. Achter het nieuwe album. Aangenaam. Even een update over het album. Wij zijn qua zang zo'n beetje klaar. Nu komt er nog een heel proces van mixen en zo. Maar de liedjes zijn af. Het is ingezongen en zo. En één liedje is al bekend naar het grote publiek toe. En dat is een liedje wat we nu even voor jullie willen spelen. Ja, om het te vieren dat het album klaar is. Is dit onze nieuwe single? Welkom. Door de jaren blijkt maar eens. Ik zoek een knuffel uit voor even mysteries. Eentje roze. Het spijt me dat het grote onbekende me beklemt. Maar als jij er bent en ik zie hoe klein je bent, voelt alles nieuw, maar lijkt het of ik jou al jaren ken. Ik hoop dat je ergens weet dat het jou aan iets ontbreekt, je meer dan welkom bent. Dankjewel. Ja, dankjewel. En check het nieuwe album aangenaam, hè? Eind september. Dank je. Top. 810 ongeveer. Hey mazzel. Doei. Hoi. Alle zang staat erop. It's a rap. En ons gedeelte is dus gedaan. Nu is het aan Gordon om te gaan mixen en masteren. En dan gaan jullie het album horen in september. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Kirsten. Oh, daar ben ik weer. Happy birthday to me. Kirsten is vandaag jarig, zoals jullie al door hadden misschien. En we gaan om die reden, onder andere, naar A Day at the Park. Is dat leuk of niet? Eigenlijk birthday at the park dus. Hey, netjes. Ça bouge mon ego. Tu l'as cherché, tu pourrais y rester si tu parles trop. Oh, faut pas lâcher des mots, j'ai pas assumé. Quand j'y vais solo, fallait pas commencer. Ik kom net van leeg momenteel. Die is overal, hè? Ik ben echt overal. Wat doe jij nou weer hier? Met je enorme, grote... Jij bent echt weer baas boven baas. Hey. Waarom heb jij nu zo... En je hebt zo'n heel groot ding aan. Ja, hij gaat uitleggen wat een statief is. Het Day at the Park was leuk. En weer door. Wat deze week ook gebeurde, de nieuwe mashup is opgenomen en staat al op ons YouTube kanaal. Dat hadden jullie vast al gezien. En hier een heel klein stukje making of. Heel klein stukje hoor. Tada! Hartstikke leuk, ja, vind ik dit. Vond je het leuk? Ja, ik vond het echt heel leuk. Het is een soort experiment, hè. Voor ons is het ook een beetje nieuw. Maar het stond er in één keer op. Het stond er in één keer op en ik snap ook waarom. Want zingen is gewoon lekker plezier maken en daar gaat het om. Leuk dat je dit hebt gedaan. Ja, en, dankjewel. Waar kunnen mensen jou ook weer checken? Je YouTube kanaal? Mijn YouTube kanaal heet Bibi Breiman. Ja. En daar zit ik eigenlijk op. En ja, op Instagram ook Bibi Breiman. Gewoon mijn naam eigenlijk. Leuk. Check Bibi en check de nieuwe mashup dus. Schaakleding met Robert en Nick. Tijd voor een nieuw item in mijn vlog. Voor velen van jullie is het geen geheim dat ik enorm schaakfanaat ben. En ik heb speciaal voor jullie internationaal meester Robert Ries uitgenodigd. Om de regels aan jullie uit te leggen. Het zijn gewoon hele korte schaaklesjes, zo moet je het zien. Robert, wat is het eerste stuk dat we gaan uitleggen? We gaan beginnen met de koning. Oké. Heb jij die? Of voor mij staat daar een koning? Dan pak ik hier de koning. Oké. En de koning, die mag? Ja, heel makkelijk. Die mag gewoon maar één stapje. Dus die gaat opzij, naar achter, naar voren en schuin. Dus dat mag ook hierheen. En steeds één stapje. Dus alle kanten op? Alle kanten op. Maar één stapje? Ja. Oké, dat was les 1 van de schaakkliniek. Schaakkliniek met Robert en wat je ook niet verzint, wat ik deze week tegenkwam tijdens mijn hardloopronde en tractoroptocht. Hoi! Goedemorgen.
Ik kan alleen in Volendam, hè? Bedankt voor het kijken naar deze vlog. En in geval je hem hebt geliked, bedankt daarvoor. Ik hoop dat je hem weer leuk vond. En wil je op de hoogte blijven van al onze YouTube-avonturen? Volg dan ons YouTube-kanaal. Dat kun je doen door daar te klikken. En er zijn ook weer nieuwe nummers toegevoegd aan de Spotify-playlist. Dat kun je volgen door daarop te klikken. En ik zie jullie volgende week weer. Hoi!